Het is Kwaku Kwaku Time! Kwaku, het grootste Surinaamse muzikale festival van Nederland. 4 weekenden lang is het feest in het Nelson Mandela Park in Amsterdam Zuidoost. Kwaku met muziek, lekker eten, voetbal, het festival waarop je Orus Koromati tegenkomt, maar waar je ook kennis maakt met de eerste dochter van O. Alwin, die al op haar 4e naar Europa is gekomen en waarvan je veel hebt gehoord, maar haar nog nooit lijfelijk hebt gezien. Het festival met Kankam, Tri La Rouge, Baderman, Oscar de Leon, Tri Horses, Tragarugi, Sudfiri en de Ewald Krolus Tribute Band. Ik ben Anita Plauwe van de Bemoeibrigade en ik heb vandaag een afspraak met de samensteller van de Ewald Krolus Tribute Band, Regidio Karu Korendijk, en ik ben benieuwd als hij denkt de première die is gehouden in Reewijk te kunnen overtreffen. Karu, ben je daar? 15 mei, jongsleden, was het te gek in Reewijk. Nu moet je dat driemaal zo brengen, want er vanavond staan er duizenden mensen hier. Geen spanning? Nog niet echt. Nog niet echt. Ja. Het moet misschien nog komen. Ja. Ja. Want het is overtreffende trap, want dit is wat Takatori. Nu komen mensen echt kijken van, hey, dit is wat ik heb gemist. Ja, kijk, op een gegeven moment moet je naar een next level. En dan is er geen tijd meer om zenuwachtig te zijn. Moet je het gewoon doen, klaar, punt. We gaan het allemaal moeten doen. We hebben goede muzikanten. We hebben Leslie Leeflang. Geen onbekende. We hebben meneer Glenn Balsamov. We hebben Assis Bainat, Earl Risti, Gerald Rink, Glenn Kloppenburg, Joel Wilson, Franklin Cesar Breveld. Dus het kan niet misgaan. Les hier even lang, dus de zit we in de nakkie dat duizend is maar ook dadelijk. Kijk, gisteren was Oscar de Leon hier en toen stond ik in het publiek. En toen dacht ik eraan, vroeger met Travassi heb ik het inderdaad het omgekeerde meegemaakt. Niet in het publiek, maar ook op het podium. En het was wel goed om te zien hoe het publiek het ontvangt. Yeah. En dat is wel leuk. Mm-hmm. Dus je bent voorbereid. Ja. Yeah. Kima draai. Jammer. Alleen Bustamente op Kwaku. Ja man. Straks Ewald Krolus Joluku. Ja, ik kom. Hallo, waar ga jij zijn? Waterkant. Hier het grote podium, dat is hier het grote podium daar, dat is Waterkant. Nou, ik ga zo meteen de backstage. Bemoeibrigade gaat backstage, speciaal voor de kijkers. Nou, we kunnen elkaar zeker zien. Natuurlijk, geniet je? Nee, ik ga genieten, ja. Ik hoop niet dat we het zien. Maar ik blijf voor tot 10 uur, misschien tot 9 uur. Meneer Rink, geweldig om u ook hier te zien. Wederzijds ook hetzelfde. U was ook in Reewijk, toch? En u weet hoe dat daar was. Wat verwacht u van vanavond? Het is moeilijk te zeggen qua de opkomst. Dus het is kijken, afwachten wat het wordt. Ja, maar de mensen gaan gewoon meezingen. Meestal doen ze mee, ja. Mm. Meestal. Ja. Maar heeft u ook in het verleden met de Ewald Krolus opgetreden? Vaak, vroeger, ja. In de jaren 80, 90. Uh-huh. Wel, ja. Ja. En hoe was dat om met zo'n eigenlijke legende te spelen? Leuk. Ja? Dat was echt leuk, ja. Het samenspel was goed. We konden elkaar goed begrijpen, dus er was geen probleem. Nee. De Ewald Krolus Tribute Band, dat wij alles het beste willen, de beste muziek daar horen. Dus vanavond is volle bom, volle bak. Dus de hele bom gaat barsten vanavond. Hij heeft heel veel nummers, mooie nummers gebracht, op de plaats gezet. Mm. En er worden nog steeds door veel groepen gespeeld. Mm. Dus het is altijd mooi om levendig te houden. Yeah. En dat de jeugd die tegenwoordig de muziek kent, en, dat we ook van kunnen blijven genieten. Yeah. Yamang esumawe shida na tam
tam je pleit op kwakotine? Ja, 100%. POD. Was je dance maar even naar Bad Kokuru, dus dat we alles maar kan zakken, kon ik al lekker, dus dan we gaan in Bad Kokuru zijn. Oké. Drie uur zes uur. Hoe laat? 7 uur gaan we starten. 7 uur? Ja. Dan mo lukken, want ja, zo naar maar voor een wat krolers. Mo lukken een wat krolers, dan mo lukken Bad Kokuru, dan mo lukken bakken. Respect je. Ja, bo. Graag, dank je. Zo, bro, met je komen in die pas. Ja, het is ook een straat. Hoe is het met je? Goed. Eerste dag Kwaku? Ja, eerste dag Kwaku. Ja? Ja, met je familie? Oké. Okay. En wat verwacht je? We wachten op Horatio, Indiano, Mosse. Oké. Okay. Te verkezellen. Oké. Okay. Ja. Het is een vriend van je? Ja, hele goede kennis. En ga je Ewald Kroos op het Ewald Kloden sluit af? Het sluit af, dus alles aansluiten. Als ja. Er is, dan gaan we joinen. Met, ja. Oh, meteen, Lucinda! Je gaat zo meteen presenteren, Ewald Kroos aankondigen. Ja, man. De mensen hebben er zin in. Ik heb er ook zin in en ik verwacht een te gekke show waar we kunnen mee zingen, mee dansen, maar gewoon vooral genieten met z'n allen. Aha. Ja man. Nee, ken je Ewald Kroles? Ja, maar nee. Toen mijn moeder 35 was, was hij live bij haar. Besef. Ja. Dus toen was ik een jong meisje en nu pas denk je, samen heb ik die man maar meer gewaardeerd, ja, op mijn jonge leeftijd. Welke pokoe van Ewald Kroles ken je? Sowieso, Mikanto! Sowieso! Ik bedoel, laten we, en die blijft leven, hè. Je ziet een Trangarugi, heeft weer een nieuw jasje. En zo staan er generaties nieuwe jasjes. En natuurlijk heeft hij meerdere nummers, maar laten we zo, liever iets dan niets. Leuke muziek en ik hoop dat we een verpletterende indruk kunnen achterlaten. Maar heb je er zin in? Want ik vind je een beetje te cool. Ja, maar zo ben ik van nature. Oké, dat is nu cool en later gaat het los! Nee, kijk, het is die spanning is er, maar het is bij mij meer van binnen. Weet. Mooi zo, mooi zo. Wat komt goed. We gaan het beleven. 100%. I cannot wait. Maar deze man is niet meer, maar hij heeft toch genoeg voor ons achtergelaten. En